Hey, we hebben een hartstikke lekker recept weer voor je. Dit is voor je cheat day, als je toch niet echt wilt cheaten, maar je wilt het stiekem wel. Het is vegan shawarma van oesterzwammen. En als we dat alleen zouden doen, zou het boring zijn. Maar we gaan ze natuurlijk helemaal pimpen met een shawarma met een twist. Waardoor jij alsnog het idee hebt dat je dronken in een kroeg zit. Met je echte shawarma natuurlijk. En we maken ze lekker een beetje healthier met komkommer, rode kool, ingelegde rode ui, jongens, dat is lekker. En maak ze smeuïg met hummus. Nou, dit wil je niet missen. Sorry hoor, maar hij is echt belachelijk goed gelukt. Die oesterzwammen zijn echt helemaal lekker crunchy geworden. En ze smaken dus heel goed naar shawarma.